Steekpaas tussendoor die mislukt van Nieuwpoort. Er is er ruimte voor jong PSV. Dit is een goede bal. Haverkotte terug naar zijn kooi. Kan niet uitgehaald worden. Nu wel in de korte hoek. Maar Haverkotte als laatste. Aan de overkant wordt gevraagd door Simons. Maar daar komt die bal niet. Afvallende bal. Alsnog Javon Simons. In het schot van afstand zit een enigszins lastige stuit in. Maar uiteindelijk toch geen probleem voor Haverkotte. Het schot van Milian Jimenez. Jimenez. Ja, goede bal hoor. Hij is Haverkotte op tijd. Hij is op tijd. Pakken kan hij de bal niet. Goed gespeeld door Tigo Lans. Jansen. Daar lijkt Hens gemaakt te worden. Ja, het is Hens inderdaad. Strafschop jong PSV. En dan wordt daar die Hensbal gemaakt. En het is net in de 16. 6 doelpunten dit seizoen van Mohamed Nasso. En nu tegenover Mike Haverkotte. Nasso tegen de paal. Binnenkant paal. En dan is het 1-0. Jong PSV. Een paar minuten voor de rust. En dan met een beetje mazzel hier Mohamed Nasso met zijn 7e van het seizoen. Nasso. Land. En Jimenez. Van de Blaak. Nasso, ja, dit is een uitgelezen kans op de 2-0. Sterker nog, dit is de 2-0 van Javon Simons. Jong PSV heeft geduld. Moeilijk te zien of die bal daarna nog geraakt wordt door Land. Ik denk het haast wel. Het begint in ieder geval bij Nasso. Het is Land inderdaad. Die bal die wordt nog van richting veranderd. En dan opgepikt door Simons. En het is 2-0 voor jong PSV. Nasso. Goeie bal van de Blaak. Ja, deze sliding is correct van Uniken. En dan moet Simons een tweede gaan maken. Doet hij ook. 3-0, jong PSV. Het balverlies van Top Os, daarbij Ladan. En dan is het Land die aflegt op Simons. 3-0 voor jong PSV. Ja, 4-0. Nee, geen 4-0. Daar zijn de vuisten van Haverkotte. Die de goal van Uniken voorkomen. Verschaft zichzelf de ruimte om te schieten. En dan zijn er twee man voor de goal die nog de rebound kunnen intikken. Schot van Nasso. Kort balletje op Simons. Terug bij Land. De bal iets te ver voor zich uitspeelt, maar met een gelukje toch nog meekrijgt. Land, sleepbeweging. Land even aangetikt. Ja, het was net in de 16. Een tweede strafschop voor jong PSV. Daar, ja, je kunt ook zeggen dat hij net buiten de 16 was. De eerste ging via binnenkant paal rechts. Nu gaat het in de linkerhoek buiten bereik van Haverkotte. 4-0 jong PSV in de 70ste minuut.
Maar het is Doemtsils die er niet bij kon. En meteen de volgende mogelijkheid. Ja, een foutje daar. En is die bal over de lijn? Die bal is over de lijn. 4-1. De eer gered in ieder geval door Top Os. Jong PSV denkt hier even heel rustig uit te verdedigen. En dan gaat Peersman de fout in. En zo eindigt het bij Jong PSV tegen Top Os. Op de hertgang in 4-1.